Jij hebt je die nacht ongekend gewelddadig gedragen. Je hebt tot 3 keer toe mensen die al op de grond lagen naar hun hoofd geschopt. En je hebt, samen met anderen, met jouw handelen, Carlo het leven ontnomen. Een jonge man die nog een hele toekomst voor zich had. Je hebt leed veroorzaakt bij alle slachtoffers. Maar natuurlijk in het bijzonder bij de nabestaanden van Carlo. Je hebt je tijdens dit proces zeer zelfbewust en zelfverzekerd opgesteld. En je hebt met grote stelligheid ontkend dat je Carlo iets hebt aangedaan. Maar je hebt ook het schoppen van Bram en Javier aanvankelijk ontkend. En pas nadat je met beelden daarvan geconfronteerd was, heb je dat min of meer toegegeven. En de rechtbank heeft ook gemerkt dat je nog steeds een deel van de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen afschuift op de slachtoffers. Je neemt dus geen verantwoordelijkheid voor je handelen. En dit maken jouw woorden richting de ouders van Carlo hier op de zitting zonder waarde en voor hen extra pijnlijk. De rechtbank houdt rekening met jouw nog heel jonge leeftijd. En het feit dat niet gebleken is dat jij je ooit eerder agressief hebt gedragen. Jij bent in 1 nacht in je leven verschrikkelijk de fout ingegaan. Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat zowel bij de doodslag als bij de pogingen tot doodslag juridisch gezien sprake is van voorwaardelijk opzet. Dat betekent dat je niet hebt gewild dat die slachtoffers zouden overlijden, maar dat je die kans wel voor lief hebt genomen. En tenslotte heeft de rechtbank ook gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd en ook, zoals hiervoor al is uitgelegd, naar de straffen die aan de andere verdachten zijn opgelegd. En dat alles leidt ertoe dat de rechtbank aan jou een lange straf oplegt, maar wel minder lang dan geëist. De rechtbank veroordeelt jou tot een gevangenisstraf van 7 jaar met aftrek van voorarrest. Ik vind het vonnis qua veroordeling voor de doodslag op Carlo Heuvelman teleurstellend. Mijn cliënt heeft altijd ontkend. Ik vind de bewijsmiddelen die de rechtbank heeft gehanteerd, die vind ik zwak. En naar mijn mening had de rechtbank dat niet moeten doen. Dus in die zin is het vonnis zeer teleurstellend. Maar de rechter die constateert eigenlijk ook dat het hier gaat om een complete groep. Dat het gaat om groepsgeweld bijna. Ja, nou dat vind ik een hele goede overweging van de rechtbank. Heel anders dan de officier van justitie die gewoon echt hebben gezegd jij hebt dit gedaan, jij hebt dat gedaan. En eigenlijk het groepsverband en de interactie die er tussen leden van de groep is geweest gewoon eigenlijk niet hebben gezien. Heeft de rechtbank gezegd wij vinden dat iedereen in de groep eigenlijk een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het hele nare eindresultaat. En we gaan dus die straffen veel meer naar elkaar toe trekken. En dat vind ik wel een goede kijk op de zaak. Wat gaat u nu doen? Want uw cliënt is dus veroordeeld tot 7 jaar. Gaat u in beroep? Ik ga volgende week met mijn cliënt hier rustig over praten en dan gaan we beslissen hoe het verder moet. Ik kan er geen zinnig woord over zeggen op dit moment.